Media. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat vind ik ook een beetje zielig. Mongolen moeten ook kunnen grappig zijn. Zeiden. Ik gewoon zo. Wow! <laughs> oh, je zat er helemaal in. Maar niemand deed mee. Oh nee! <laughs> die zwarte zee weer wat niet in zijn natuurlijke habitat zit, omdat hij zit opgesloten. Ja, boek gewoon een ticket naar Zuid-Afrika. kun Je kunt ook een leeuw kijken. Uh, weet weet you, je wat ik. Die, die, ik kom dus laatst. af. je, yeah, je. Yeah. 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 podcast. Hey! dat je kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van je favoriete podcast. Ik ben hier vandaag met Julia en Sean voor de verandering een keer. Uh, gek hè? Mijn eigen naam is. Terpandavariet. Ik vind het zo stinken. met het je? Ja. Dit, uh... Weet je wie ik gisteren ineens zag in, in oldtimer auto's? De personen die we wel eens ruiken aan deze microfoon. Weet je zoek je oh. uh, Jort Kelder de en uh, ja de snopkast. Nee, maar ik vind dit wel echt stinken. Mag ik ruiken? Daarom spuiten zij ook je parfum erop. Oh, dat is niet lekker. Nee. nee het dat echt van is niet haar lekker. Ochtend, Weet je nog het moment in New York in de, in de regen? Dat ik toen uh, ging zingen voor jou? Nee, oh. dat je een TikTok wilde opnemen. Ben oh, met snickers. Ja. Pof, ja. ja. Dat, dat soort. Uh, dat ja. was het, ja. Nou, toen waren we midden in een, uh, een scène. Eigenlijk de scène waar het voor snickers om draait. Van elke video. En het was laat en iedereen was moe en we wilden gaan. En we wilden net gimme slikken ook. En Jules begint opeens te vloggen. Dus door. Je zet een TikTok, een camera neer. Even een TikTokje maken, jongens. Je is helemaal delusional in de eigen wereld een TikTok gaan maken. Maar ik wil het ook een beetje voor jou opnemen. Want het was een hele lange dag en ik kan me voorstellen dat jij echt helemaal bek af bent dan. Dank ja dus dan zo. denk je van oké okay, laten we dit eens snel maar opzetten ik, ik dat dus is eerlijk eerlijk maar zijn, even het ADHD brein. Helemaal... Ik, kan Uit, dit... het... ik kan me dit dus helemaal niet herinneren welke dag was dit? Dit was dat we in dat met we de auto's. <laughs> dat was echt heel grappig. Van jezelf. Ja, die... Toen waren jullie allemaal zo boos op mij. Ja. We hadden zeg maar een draaidag van nou, negen uur erop zitten. Lange, het was ook twee uur s'nachts. Ja. Dus we waren op een plek waar je niet wilde zijn. Nee, ik met, allemaal, met allemaal bordjes van don't trespass, we will shoot. Ja, ja het was ongelooflijk. Ja. Maar wat ja, heb je ging je ik zin? dan ook weer voor... Wat was dat jij nou? zette ineens zo je, je, ja, je telefoon neer tegen een muurtje. <laughs> en wij stonden daar met z'n En jij zegt... Nou, ik denk dat de regisseur nog net <laughs> geen actie zei. En jij zei... Hé hey, jongens, kom even een TikTokje opnemen. Ja, Sorry. Je, op een gegeven moment ben ik er nou ook gewoon helemaal klaar mee. Ik snap je ADHD-brein? Dat kan ik, ik helemaal Ik doen. geen ADHD. <laughs> ga, niet, ga mij niet beschuldigen van dat je soort loopt ziektes. Je loopt hier te framen, Sean. Ja. Julia is altijd hartstikke gefocust bedoel... en scherp en praat nooit door ja, mensen heen. Daarom. En ik bedoel, kijk, uh, we weten allemaal dat jouw maagklep open staat. en dat je daardoor soms best wel uit je mond ruikt. <laughs> <draait>, maar <laughs> dat is dus ook framen, snap je? Ik vind dat je een zielig shirt aan hebt. Je had hem moeten strijken. Het is wel een leuk ding. Ik. ik heb één vraag. Ja, Stefan, lieve schat. <laughs> Wat is er? Welke persoon denk jij dat je het meest om moet lachen in je leven? <laughs> om mezelf, denk Ja, ja, ja dat ja, ja. ja, dat dacht ik inderdaad ook. Nee, of om mijn zus. Die is ook echt heel grappig. Omdat dit nog een, iets op jou lijkt een beetje misschien. Nee, zij <laughs> heeft wel echt een hele andere humor. Oh. Dat eh, is toch jouw bestie? Ja, dat is waar, ja. Ja, ik vind haar het grappigst. Oh, zo. je vindt mij zo grappig. Mm -hmm, ja. <laughs> ja, <ik> oh. ook. <laughs> nee, wacht, ik ga hier tussen springen, want dit gaat weer uit. uit uh, Sean, het raakt me niet mondel... meer. Mm. Wat is er dan? Het raakt mij niet. Ja, wat wat, wat wil je zeggen? Nou, ik zie het wel weer voor me dat, dat het jou wel raakt, want dat kan ik me voorstellen. Oké. Okay. <laughs> dat, uh, <laughs> dat, dat, dat zou ik snappen als je nee, allerbeste joh. vriend dat tegen je zegt. Um, en dan ga jij er weer heel bij de hand tegenin, waardoor er weer een discussie ontstaat. Nee. En dat ik daar weer op de achtergrond een soort van te zitten wachten totdat het voorbij is. En dan zeg jij iets en dan krijg jij een sneer. Ja, ja. Oh, ja. Denk... Oh, je k dan. nee. Je. Okay. Goed, we gaan door. Um, hoe was jullie week? Wat hmm. hebben jullie gedaan? Oh. Jij, bent, jij, bent, jij bent druk met uh, persoonlijke dingen. Je hebt, je hebt uh, ik weet Psy niet. naar psychiater, psycholoog. Nee, maar Gak ik bedoel, ik, bedoel ik, ik weet niet of het al online staat, maar je hebt een huisje. Je gaat verhuizen. Uh, je bent veel bezig met de verbouwing, met dingen die je in je huis wil. Je gaat op vakantie. <laughs> um, Jesus dat is voor jou natuurlijk ook een hele grote opgave. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Hm. Nee, ik ben wel leuke dingen aan het doen. Ja. ja. Maar ja, ik vind dat heel stom als mensen zeggen: van, Stay tuned. Nee, met mij gaat het goed. Ik heb een uh, fantastische week. Ik heb mijn badkamer uitgezocht. Ja. De, en ik vond het zo leuk. Joh. Ik was echt gewoon aan het simsen. Was dat, was dat de eerste keer dat je naar zo'n woningboulevard ging om <laughs> ja. dat te doen? En ik maakte zo'n leuke grap. Want oh, we gingen gosse. net eenmaal zo lopen en zo. Je moest een keer aan jou lachen. <laughs> ja, maar ze moesten allemaal lachen. Oh, oh. Want ik liep zo. zo. En um, nou, dan ga je langs de kranen, langs de tegels, bla bla. Mm. En je ziet heel veel toiletten en zo. En toen liepen mm. we naar beneden. En toen zei ik, want ik moest naar de wc. En toen zei ik. Waar, mag ik misschien even lasten? Ja, Zou ik er dan gewoon eentje bovenuit kiezen? Dit is echt net zo'n grap als dat... Dit is, ja, dit is echt goed. in de horeca van... De, ja. de, hier, geef een flesje bier, wil je een glas bij? Ja, het zit toch wel in ja. een glas? Dus. Kan ik pinnen? Ik weet niet of je dat kan. Ja. Maar ik vond het echt grappig. Dat is echt een, een dad joke. Waarom ja. maak ik die. Dan word je boos. Nee, ik word niet boos. Jij hebt, hebt een beperking. <laughs> dat vind ik ook een beetje zielig. Mongolen moeten ook kunnen grappig zijn. <laughs> Goed, die was wel heel vlot eruit. Ja, ja, die was heel chill. Uh, wat uh, lieke, lieke, hoe is het, het met jou, van... <laughs> Steefje? Wat heb jij gedaan? Stefan hoe? is het terrassenboy. Ja, ja. Ik heb. zijn uh, <laughs> nee, weer op de Steefdate geweest. Nee, ik heb dus wat besloten. Oh. Ik, um, ik heb besloten dat zolang het lekker weer is, ik gewoon doe alsof ik weekend heb. Ja, oké, okay, maar vandaag is dat niet zo. Nee, dus omdat het ook maar twee dagen uh, per jaar zijn. Nou, ik vind het al een hele lange tijd mooi weer. Ja, het is wel lekker weer. Het was lekker weer deze week. En ik, bijvoorbeeld dinsdag van die barbecue. We gingen we even champagneetjes drinken. Niet helemaal zuin, maar gewoon een paar champagneetjes. Ja, leuk. Ik vond het een leuke barbecue. Leuke barbecue. En toen woensdag, toen reed ik met Roos vanaf kantoor zo naar huis. En toen zeiden ze van, ja, we kunnen nog even een soort van womibo doen. nou even op het terras gezeten. Twee champagneetjes gedronken. Nou ja, dat is dat. Ik heb dat gewoon besloten. Dus ik heb uh, een streak van uh, terras Inderdaad. Ik ben helemaal bruin geworden. Een ik vind het is te zien. Uh, kijk vooral mee ook op YouTube. Dan kun je dat ook zien. Ja, uh, Het is abonneer wel er jammer. Ook. Want hij, ik was met hem aan het bellen. Toen vroeg hij of ik kwam. Wanneer? Gister, eergister. ja. gister. ja. Gisteren. Eergisteren? Ja. eergisteren. Gisteren. had zat ik hem okay. wel gaan. Want ik wilde gisteren wel op het terras zitten. Waar was jij gisteren? Oh, wat weer... was jij lekker doen gisteren? Weer op het terras zitten. Nee, joh. Ja. wat, wat geweldig. Ja. En vanavond is geen lekker weer. Vanavond niet. Vanavond lekker. Het ja. klaart de toch een beetje op straks. Ik ga vanavond sporten. Gisteren, uh, gisteren ook al gesport. Gisterochtend ook gesport. Ja, ik heb gisteren ook gesport. Lijpspier, bijna. Ja? ja, man. Ik ging dus ja, laatst voor het eerst ging ik, uh, op zo'n machine. Dat je zo die kussentjes naar elkaar moet. Weet <laughs> je wel? Mhm. Mm dat was echt... Voor je borst. Nou, dat, gast, <tie> ik heb echt je in tijden niet zo'n zieke spierpijn gehad. Lekker. Goed, dames en ja. heren, welkom bij Je Favoriete Podcast. Dat hebben we natuurlijk al gezegd. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en TikTok, Je Favoriete Podcast. Uh, daar kan je meer van ons vinden. En dus ook op YouTube, want uh, daar kan je ons zien. Hé, hey, uh, we, we gaan... gaan luisteren uh, naar het onderwerp. Ja, wat we doen is altijd een onderwerp sturen, uh, laten we insturen, en dan gaan we luisteren, en dan moeten we daar ons favoriete over uiten. Ja. <tie> ik vind je lief. Ik vind jou ook leuk vandaag. Dankjewel, ja, Sean. Laten we dat zo houden. Ja. Niet dat het over 10 minuten weer anders is. Nee, hoor, Goed, het onderwerp. Hey, hey Stefan, dus je... oh. jullie en Sean. Ik ben Brit en ik had een vraag voor jullie. Hey. Als nou, jullie ja, een dier zouden kunnen zijn, welk dier zouden jullie dan willen zijn en waarom? Ik zou persoonlijk een otter willen zijn, want dat is mijn favoriete dier. Ik vind dat ook mega schattig. En trouwens, ik ben mega grote fan van jullie alle drie en ik hou van jullie video's. Groetjes van België. Oh, maar we gaan de zijn over, de grens, grens, over de grens, jongens. Oh, is dat voor een hartstikke leuk verhaal van Brit zeg. Ja, ja, leuk, jij kan ja. altijd heel goed Vlaams. <tie> ah, ja. Ik vind dat jij het ook goed. Ik kan het niet zo goed. Nee, Denk maar dat is toch hartstikke schattig dat haar lievelingsdier een otter is, hè? Ja. Ja, ja. Jan ook hè. Ja, ja. Dat is jouw, jouw mm -hmm. lievelingsdier toch? Ja, zeker. Nee, Brit, dankjewel. Wij houden ook van jou en je video's. Ja. Lievelingsdier, ja. Wacht, wa wacht, is... wa waarom zeg je Brit, we houden van je video's? Dat zei zij zei ze van onze video's houdt. Maar wij houden ook van haar video's. Ja, wij houden ook van haar video's. Prima. Oké, okay, <laughs> uh, Steve, wat is het? Uh, <laughs> Steve, wat heb is jij het een op? dier waar jij denkt van, nou, dat zou ik voor een dagje wel willen uh, zijn? Willen zijn? Ja. Nee, het is wat je lievelingsdier is. Nee, hier staat uh, je zijn. favoriete dier om te zijn. Oh. Vroeg zij dat ook in die Britt die wil wel. ook graag een otter zijn. Echt waar, dat heb ik er niet uit op Oh, wow, nee, die ze willen praat willen zijn? Raar. Oh nee. <laughs> die willen zijn? Ja, dat is zo. Wow. Ja, maar is, het niet, is ja. het niet de eerste keuze die mensen denken, zeg maar? Nee. Niet een, jij zou geen hond willen zijn? Nee. Want dat is Stefan al. Nee, dat is Stefan, een echte hond. Stefan is net als die enge, die enge man van die duizend spermakinderen heeft. Jonathan? De leeuw. Oh, de leeuw. Zo voelt hij zich. Vandaag wel. de leeuw. Ja, oh. Raar! Dan een Doe even bril even, bril even! Nee, ja, nee, nee, doe, doe, doe! doe! word nee, ik echt nee. agressief. Nee, nee, bril nee, even, trassenleeuw. Dat soort dingen. Ik nee, nee doe even. Nee, Ik nee, ga het even niet doen, nee. Nou. Goed. Wat voor um, dier zou je willen zijn? Jij kijk. wil sowieso in. Iets zijn wat kan vliegen. Wow. Ja, ik wil ja. laten zeggen, Als je geen vogel of zoiets je toch dom? Ik vind het heel leuk. Je moet toch kunnen vliegen? Heel, heel vaak zeggen Steven en ik van. Uh, dan vinden we het irritant, of nou ja, vinden wij er wat van. Dat jij dan de hele tijd Steven wil afmaken hierin. Maar het is wel echt. Altijd raak. Ja. Maak als een of zeggen wat ik, ik ga weet zeggen. wat jouw favoriet is. Ja, altijd. Het, maar klopt wel echt vaak ja. 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 Dit klopt altijd. ook echt als een bus gewoon. Ik wil, ik zou inderdaad wel gewoon denken van als je een adelaar bent of zo, is het toch fucking vet. Ja, heel vet. Welk ander dier heb je? Nou, misschien iets onder water. Kan ja, dat daar zat ik fijn, dus lijkt me ook, kom maar, lijkt me ook eng om dan een te zijn en het is dan donker. Ja, ja is eng ja ja. Ik zou lijkt het maar, ook eng. Ja echt, dan zie je al hebt al toch van die dingen met de lampjes. Mijn thalassafobia zou dat niet aan kunnen. Heb jij dat? Nou, nah, niet echt, maar iedereen het nee, <laughs> nee, nee, daar <laughs> is een <het> drasleeuw <laughs> Nee, maar als, luister, als jij op, in de grote oceaan op open water ligt en je kijkt onder je en je ziet niks, dat vind ik het chill. Wie heeft de zeewer Die zwarte zeewers. Ja, dat ik vind, je vind je het niet zoals aan de... je voet zit zo. Nee, nee die die zever... even een uh, zeewiertje. Ja, na. dat je dan daar overheen zwemt, dan komen echt dan octopusen zo. Ha! Ja, dat is niet zo. Maar chillen. octopus zijn cute. Maar andere enge beesten. Hebben jullie die film wel eens gezien? My Octopus Friend, of zo heet ik ook weer? Mijn Octopus Teacher. Mijn Octopus Teacher. Dat ja, is dus, dat is... Dat is de producer daarvan ja. komt uit Beverwijk, hè? Hè? Ah? Ja? Is een uh, oscar winnende documentaire. Maar, wat is jouw, uh, wat, jou, wat is het dier wat jij wil zijn? Jij zegt een vogelachtig, heb je een specifiek vogel? Ja, ik vind dus een, um, gewoon een roofvogel, je... oh, een snel, oh, een maar wacht, ik wil nog even wat zeggen over water. Mag het nog even? Ja, we gaan zo weer terug. Nee, nee, gaan we, we gewoon door? Gaan we, we, we gewoon toch, verder? Ja? Nee, we komen zo meteen wel weer terug, weer terug bij mij. We hadden toch over de octopus-teacher? Ja. Nou, wat ik dus zo bizar vind, is dat octopussen altijd, dus, dat zijn gewoon zulke fucking intelligente Ja, bizar. Zo, ze hebben toch ook iets van drie harten? Nou ja, zoiets. Zou ook. En, vinden, ja, en ja. hun tentakels kunnen dus terug aangroeien. Hè? Ja, ja. Ja, en uh, er was ook zoiets van dat hun DNA ja, dat nergens ik. mee te vergelijken is ja, of ja, zo. Ja, zij hebben een gen wat zowel een mens niet heeft als een dier niet heeft. Het zijn gewoon aliens. Aliens. Mm. Geloven jullie dat er, zeg maar, bijvoorbeeld zeemerminnen of zo in de zee zitten? Nee, gewoon... Maar dan niet zeemerminnen als Ariel, maar meer van die... Mm. Sarah. Nee, Sarah's. nee Sarah's. ik denk uh, de enige... Ther de enige gekke dieren die er in de zee zitten, die wij nog niet echt kennen, zitten, denk ik, echt super diep. Ja. dat zijn gewoon van die gekke, rare beesten die maar kunnen groot overleven. ook. Ja, misschien wel, maar die, dat zijn van die gekke beesten die kunnen overleven echt onder zieke druk. Uh, en verder denk ik dat er niet heel veel lijpjes zitten dat we nog niet kennen. Nou ja, je hebt toch zo'n theorie dat, na, dat uh, NASA de zee is gaan stoppen met. Onderzoeken ja, en daarna naar de planeten uh, gaan ik kijken. Weet welke linkse complot je dan bedacht heeft. Jerry heeft dat gezegd. Ja, <laughs> ja, dat is natuurlijk weer nergens. <laughs> nee, op. hij heeft dat niet gezegd. Ja, ze durfden niet verder te zoeken onder een oceaan. Dus ze, ze hebben daar iets gevonden waardoor ze nu juist de planeet willen ontsnappen. Nou ja, ik geloof wel dat er echt wacko, wacko, wacko shit zit. Ja, dat het gewoon misschien nog wel verder gaat dan de grootte van een walvis. Dus jij denkt een soort van Megalodon, weet je wel. De ja, ja, maar maar ook, ja maar dan dat ook weer niet want, want weet je, wat is, voor ik was er nog heel even aan het opzoeken over mijn octopus teacher maar wat zei je nou voor voorbeelden net van wat je gelooft dat in de in de zee zee, -minnen. zee -minnen. nee ik geloof niet dat er zeemerminnen in zitten maar ik vraag me wel eens af net als uh, het universum soort van dat gaat zo ver en dat is ook met de zee zo dus je nou, kan dat dat het dus, gewoon niet weten dat is dus grappig uh, daar is een onderzoek naar gedaan van uh, uh, ja ik weet het niet precies meer maar dat wij, wij kunnen niet uh, eindeloos denken, zeg maar voor ons, heeft altijd alles onze hersenen kunnen alleen bedenken wanneer iets een einde heeft. Zeg maar, dus uh, bijvoorbeeld Apple, dat gaat ooit stoppen. Weet je wel, drijf Apple dat dat weten we, maar het universum, oh, ik heb dat nog, daar nog nooit over nagedacht. Ja, Zeker, het universum, uh, dat, dat stopt maar niet Maar nee. Ja, er weet, aan. weet ik, maar <clears throat> dat hebben we dat einde nog niet ontdekt Jawel. van de oceaan. Ja, ja, maar we hebben nog niet alles. Nog niet alles. In beeld. Uh, maar er zit zeg maar... een einde aan. Ja, en, ja. Kijk, de hele grote dieren, die kunnen ze echt wel uit uh, sensen, sonarren, weet je wel. Dus dat, ik denk niet dat er hele, nog hele lijpen gekke grote beesten uh, ja, tevoorschijn ja, komen eng, in één keer. Enge, enge, ja. Ik weet ja niet, maar je het had wel en... met die tsunami toen ook, in 2004. Ja. had je heel veel rare beesten die waren aangespoeld. In uh, Japan ook, in 2011. Oh, well, oh ja, ik moet ja, het even ja. zien, maar dat doe ik niet. Ja, dat moet ja, nou. even opzoeken. Want er zijn wel allemaal gekke dieren toen aangespoeld, die ze nog nooit eerder hadden gezien. Dus er zijn wel gekke dieren die we ook niet kennen, en heel eng zijn maar ik denk niet een hele lijf ja, ik, uh, ik, uh, ik vind dat zo eng dan zag ik laatst weer een zo'n film voorbij komen op TikTok weet je wel dat je ziet dat zo'n ja. zo algoritme <laughs> ja. dat je een film kan kijken mm -hmm. en er was dan een film daar heb ik wel eens over gehoord maar dat dan mensen midden op de oceaan aan het zeilen zijn en dan oh, ja. springen ze van een zeilboot af maar dan zijn ze een trappetje vergeten ja, ja. uit te doen dus en het niemand die komt die klacht zo ja en ja. niemand komt die boot op nou dat soort shit dat je gewoon in het water oh ik vind dat, ik vind water gewoon eng ik hm. hou wel echt van zwemmen maar ja ik weet niet ik, vind, ik dacht ja jij hebt het en jij hebt geen terrassenfobie nee in tegendeel maar, maar, goed, maar goed jij zijn vogel en waarom omdat je dan omdat je gewoon overal heen kan of omdat je het zou willen weten hoe het is om ja, te vliegen je kan toch vliegen is fuck ja. en vet neem een ja. paar paddo's dan denk je ook dat je kan vliegen misschien het nadeel daarmee is dat je het dus niet overleeft dan jij wel jij kan toch alles nee dat is waar ik zou het wel redden, denk ik ja. ja nee ja ik zou dat kiezen en dan niet per se een specifieke vogel omdat ik het heel leuk vind maar uh, ja Yul. Of een alien. Is dat een dier? Nou ja, weet niet. Weten we niet, hè? Wat is een alien eigenlijk? Een ja, alien. Van, ja, een alien, een andere species. Joel, ja. uh, ik ben echt heel erg benieuwd naar wat jij gaat zeggen. Ik weet het eigenlijk nog even niet. Nee. Ga jij maar ja, eerst. Zo, ja, zou had, jij, had jij ook otter gezegd? Ja, nou, ik dacht wel echt aan. Wat Otterpick? Een otterpik. Een otterpick. Dat is van een uh, YouTube-video van. Ah. Uh, nee, ik heb dus Sean. laatst heb ik voor het eerst Otters. Uh, of nee, nee, nee. In jouw video heb ik uh, voor het eerst Otters van dichtbij gezien. Ja. Uh, dat wij inderdaad naar dat. Hoe heet dat? Uh, park Zielig. ook? Komen? Ja, zo'n. Uh, die de park. Waar we gingen overnachten. Ja, in nee, Zielig. in Arnhem. Ja. ja. Zielig. Um, maar goed. <laughs> uh, en laatst heb ik ze weer gezien. In Den Haag waren ze er ook. Mm -hmm. Als je ja, in SeaWorld. Ja, <laughs> ja. Daar zit hij otter. Thuis. Hoezo de fuck ga jij naar SeaWorld? Nou, ik... en waarom ga je naar een dierentuin of naar een SeaWorld? Dat is toch gewoon echt slecht. Het is ook slecht, maar ja. ik was met een, een kindje. Nou, en dat boeit me niet. En dat is goed voor de opvoeding om nee, nieuwe, kind, nieuwe dieren te zien. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dan gaat ze maar een film kijken of een boek. Het is echt super raar dat kinderen moeten leren vanuit een kooi wat een dier is. Nee. De dieren zitten in een kooi en niet ja, de, de, de kinderen. Ja, dat bedoel ik. Dat zou oh, nog okay. raarder zijn. Ah, ja. 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 Nou ja, ik had dat liever gewild dan dat al die dieren... Zoals dus met Artis. Ik vind het echt... Ik vind Artis ook leuk. Zit je liever en zelf in een kooi dan dat je een dier in een kooi zit? Nee, maar ik zou liever ah, okay. willen dat er gewoon dat dit niet bestaat. Nee, dat snap ik. En ik ben het daar ook mee eens. Ik ja, vind het je ook wel een beetje het ouderwets het hoor. Ja, nou ja, ik, ja, ik support het door doorheen te gaan. Ja. ja. Dus ja, jij, ben jij een geweest? Tuurlijk wel, maar ik ga al jaren niet naar dieren in gevangenschap. Sterker nog, als ik opnames heb, bijvoorbeeld een tijd Je hebt toch ook huisdieren? Dat is toch anders? Ja, we leven toch ook in gemogen geen kant op? Nou, dat vind ik echt zo'n domme vergelijking. Nee, vind ik niet. Ja, nou, vind ik echt. Waar haal je echt het bloed onder <laughs> me naast? Wil je deze discussie starten? Nee. Dat dat wel dacht ik. Nee, maar wat ik wilde zeggen, ik had laatst bijvoorbeeld opnames en dan moest ik banen gaan uitvoeren. En toen hebben ze aan me gevraagd, oké, okay, wat zou je dus echt niet willen doen? Toen zei ik, naar iets met uh, dieren in gevangenschap. Nee, ik, ik ben het wel met je eens. Ik vind het wel echt, uh, het is wel ouderwets. Is wel Zeker. niet meer van deze tijd maar nee, daar ben dat, ik, wil ik dat wel eens Dat zeggen, kinderen hè? dat voor een opvoeding, dat is echt onzin. Je kan ook gewoon een kind een, een boek van foto's laten zien en ja, noem maar op. Ja, Ja, dan dat het is dat je een... Dat je, je ziet dan een dier wat niet in zijn natuurlijke habitat zit, omdat hij zit opgesloten. Ja, boek gewoon een ticket naar Zuid-Afrika. Je ja, eigenlijk nou ja. een leeuw kijken. Nee, nee ja, ik, ben, ik, vind echt als je, ik snap dat mensen nog naar uh, dit soort dingen gaan. In ieder geval, Wa ik snap wacht, het wat? niet. Wel. Nou ja, kijk. Eh? Wacht, ik snap het totaal niet en ik vind je echt, echt niet nice als je het doet. Maar... maar mensen denken dat het een kinderactiviteit is om naar arts te gaan of naar een SeaWorld. Ah. Oké. Okay. Terwijl dat is het gewoon niet. Net als dat je naar het Dolfinarium gaat, dat vind je ook echt, echt een Mogol. Nou, niet een Mogol, ik vind je gewoon debiel. <laughs> Duidelijk. Nee, precies. Uh, uh, wat wil ik? Ja, ik, zat, ik, ik zit wel echt aan de zee te denken. Het lijkt me echt fantastisch om een, uh, een manta. Een mantra, manta ray. Uh, ja, manta ray. Een grote Van fucking grote rog. Oh, ja. En dan gewoon lekker fiber. Uh, en je bent gewoon cool. En je hebt een of andere gekke mond. Um, helemaal plat. Ja, dat lijkt, mij, dat lijkt mij echt helemaal de shit. Ook eens een keer dun zijn. Eindelijk plat, ja. ja. Um, dus uh, ja, ik, ik, ik denk het heel simpel. Nee, uh, ja, nee. wat, is jou, uh, wat zou jij voor dier willen zijn? Want je zou inderdaad zeggen: een 'hond'. Nee, joh. Waarom niet? Nou, ik vind, ik, vind het heel, ik vind honden heel cute om te hebben, maar ik zou er niet per se eentje willen zijn. Waarom niet? Met ja, ik weet niet. Als je van alle dieren kan kiezen, dan wil ik niet een hond zijn. wil je niet weer in iemands huiskamer zitten, zoals je ja. nu ook doet. Ja. Ja, dat snap ik wel. Dan uh, misschien wel een soort aapje of een makie of zo. Lijkt me ook leuk om lekker door oh, ja, ja. Te, ja. oh. te vliegen. Dat ja, is wel chill, ja. ja. Snap ik wel. Het enige wat ik wel altijd vervelend vind, maar dat is weer: dieren, apen gaan echt uitsterven. Echt? Ja, joh. Op een gegeven moment wel. Hoezo Die, dan? Nou, ik kijk best wel veel natuurdocumentaires en soort van in de Amazone wordt bijvoorbeeld alleen maar gejaagd, gekapt, noem maar op. Daar heb je ook nog heel veel van die illegale dierenmarkten en zo. Mm. Dus zeg maar, als je net als dat in Australië bosbrand is geweest, dan zie je dat al die koala's verbranden en zo. op een gegeven moment dan. Ja, dat houdt het was echt op. fucking zielig. Ja, er gaan dus wel ja. veel apensoorten uitsteken. Ja. Niet alle apen. Nee, nee, nee maar dat... veel soorten. Gaan ja, wel dat uh, geloof ik wel. Ja, ja zeker. Ja, door de, alles wat in die Amazone leeft, daar natuurlijk. Het gaat er ja. een heel rap tempo, allemaal de deur uit Helaas ja. wel, ja. ja. Nou, jij dus een vogel. Een adelaar. Ja, een adelaar. Jij een een manta ray. Een... En ik een, uh, doe maar een maki. Misschien ga ik deze al winnen. Ik vind een, uh, ik vind een maki ook een leuk beestje. Ik ook. Het is mijn moeders lievelingsdier. Het oh. is gewoon ook sushi. Maar ik vind ze heel grappig als ze lopen. Zijn die zo, die zo springen zo? Ja. Oh, ja. oh ja. Jongens, we gaan even naar de reclame. En daarna gaan we luisteren naar een, uh, de favoriet van iemand anders. En niemand minder dan Boer Ajoep. Fantastisch. Hallo, daar zijn ja. we weer. Wat leuk dat je hier nog steeds luistert naar ons. Nou, we gaan luisteren naar de favoriet van iemand anders. Namelijk van de ontzettend leuke, lieve Boer Ajoep. Mm -hmm. En um, ja. Hij heeft natuurlijk super veel met dieren te maken. Ja, ja, ja. toevallig dat hij uh, vandaag dan mee. Doet. Ja, dus uh, zijn antwoord A is een kangaroe. 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 Oh, B, een quaka. Met die bolle wangetjes, toch? Een quaka? Quaka. Hé, hey, een ringstaart maken. Ja, dat is toevallig. Oh, ik ga even, ik ga even er... een quaka opzoeken. Ja, dat valt me met die bolle wangetjes. En een blobvis, daar lijkt Sean op. Die blobvis is ook wel fantastisch. Ze zijn echt lelijk. Kijk, dit is een blobvis. Ja, ja, die ken ik. Kwaka is. Uh... Oh, kijk. Ja, die zie je? Is oh, ja, oh, die ja. zijn heel leuk. Um, ja, ik ken Borjoek niet zo. Ik weet wat hij gaat zeggen. Ik denk dat hij een. Um, een kangaroo gaat zeggen. Dat wilde ik ook zeggen. Een kangaroo. Ik denk ook een Ik, ik denk een kwaka. Hij vindt het mooi. Hij zit ook van die koude hoedjes dragen. En ik denk ook omdat kangeroes. die kunnen goed boksen en zo. En hij heeft ook toch een keer oh. meegedaan aan. Uh... Kloks en klinkloensers? Ja. ja. Oh, ja. Oké, okay, nou laten we luisteren. Hey lieverds, als goed. Nou, mij is gevraagd: wat is je favoriete dier om te zijn? En toen heb ik toch gekozen voor de Kwokka. Nou, de Kwokka komt uit Australië, is een soort uh, kangeroe gebeuren. Maar, waarom heb ik gekozen voor de Kwokka? Omdat hij oh, altijd lacht. Hij lacht altijd. Klopt. En dat doe ik ook gewoon. Als ik gewoon zo random op straat, op de boer weet ik veel waar. Ik lach gewoon. Daarom heb ik gekozen voor de Kwokka. Hij is gewoon fucking vrolijk. En ik ook. Als ik naar jullie kijk, word ik ook gewoon vrolijk. Als een kokka. Ai. Schattig. Dat is echt heel leuk. Okay, ja. nou, hij je is wel. ook echt een kokka. Maar dat is toch geen kangaroo gebeurd? Nee, maar ik denk dat hij bedoelde met Australië kangaroo. Uh, uh, Oké. Okay. Ja, kokka, leuk. Maar beest. bedankt voor de inzending, uh, Joep. Ja. ja, weten we dat ook weer? Nou. dat naar jou. Hey, nou. uh, gaan we naar de laatste, minst favorieten? Ja, om... Minst favorieten om te zijn. Nou, een, 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 een slachtvark of zo. Of een ja, slachtvee, ja, ja, slachtvee ja, ja. of zo. Uh... Zo, weet jij nog. We hadden eens een keer opnames voor potje rijden. En we hadden gasten die woonden ook op een boerderij. En die, dat was een kippenboerderij. Onder andere. Ja. Onder andere, bij Barneveld in de buurt. Nou, wij, wij komen daar aan. En wij hadden natuurlijk dat nog nooit gezien. Um, dus. Wij komen in een... Nou ja, in zo'n... Ja, hoe noem je zo'n... Zo'n zo zo schuur. Zo'n mega hal. Met, met ja. En, en je doet die deur open en dan komt zo'n walm en je kijkt binnen en het is echt een soort dystopie van... lijkt wel alsof je van de poorten van de hel opende. Was zo helemaal bruin licht en je hoort fucking veel herrie. Helemaal warm. En dan zag je echt nou, tien verdiepingen met allemaal rijen met kippen die gewoon zo helemaal op elkaar zaten. Gewoon zo... Het was echt zielig. En, en het is, maar ook dode kippen die allemaal lagen en zo. En, het, het was, was niet echt, Het wel. was echt... Echt, echt heel naar. Maar nou, we zien. Echt in shock, gewoon even daar zo. Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ja, vond nou, het heel ik erg te heel zien. zielig En zien. Dus ik, ik... meteen een meenemen? Achter, ik vind de... het ook heel zielig altijd als kip... ik dan op de. Ja, op de. zo'n truck ziet rijden. Ja, op de snelweg zie je zo'n truck met allemaal biggetjes erin. Ja. ik eet ook geen varkensvlees. Ja. Dat is de, de laatste. Ik was er eentje gevallen in de tunnel. De, omgevallen. Die in die varkensliepjes. Nee, heel zielig. Ja, zielig. Ik wil er niet aan denken. Ik word er verdrietig. Maar jij zegt een slagdier zoals een. Ja, of een varkensvlees. Maar meer in de zin van, kijk. Ik eet ook vlees, maar wat ik zei, ik eet wel vlees wat goed behandeld is. En ik vind gewoon dat er nog steeds op die manier vlees wordt uh, geproduceerd. Dus in hokjes en mishandelingen ja, en zo. Dat vind ik echt niet kunnen. Ja, 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 ja. En ik weet dat het soms niet anders kan en dat mensen misschien het budget niet hebben of zo. Maar ik vind in 2024 dat dier en welzijn ook wel heel erg belangrijk zijn. Zeker. Zeker. Dus ook voor de, rest ook jouw, voor de flora ook... en de fauna van de fucking wereld. In een, een dag vlieg zou ik ook niet echt willen zijn. Ja, ik weet ook al wat. Stel je voor je bent een uh, regenworm, oh, een ja. fucking boer, ja. weet je, onder de grond zal heel langzaam dan. Oh, of nee. een mol. Nee, nee, ja, is Ja, maar. Ja, ja. Weet viel, wat er, die zo. Ik kom dus laatst achter dat, uh, dat ik. Uh, ik vind dus, Mollekramers zo'n hele uh, mond. Oh, zo'n ja? ja. uh, 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 Dat ik uh, stinkdieren heel leuk vind. Uh, en, want ik zag daar een TikTok over. Uh, iemand had een stinkdier als huisdier. En die zei ook: van, ik kreeg dan de vraag: van, ja, stinkt die niet? Nou, en dan is het antwoord: nee. Want uh, die beesten die gaan alleen stinken en sproeien wanneer ze zich bedrijf voelen. Maar wist je dit niet? Ja, wel. Oh. Maar ik, ik zag het op TikTok voorbij komen. En dan denk je daar ineens echt over na. En toen zag ik nou, dat, dat beestje. Dat zijn echt fucking leuke beestjes. Echt heel schattig. Okay. Een Stingdier. Maar ja, stel, uh, weet ik veel. Jij begint wel eens te, te schreeuwen in je huis toevallig. En hij schrikt. Ja, ja dan ben je wel de lul. Hebben jullie wel eens een chinchilla gezien? Ja. Ja, Zijn ook wel schattig. Ja. Maar goed, minst favorieten. Oh ja, sorry. Um, oh ja, ik zou gewoon zeggen, gewoon alles wat niet goed behandeld wordt. Of een kwal. Zo even met een kwal. Ja, dat, oh, dat zou ik best wel leuk vinden eigenlijk. Oh. gaan heel erg drijven en mensen prikken. Zijn volgens mij de oudste dieren die er bestaan. Hè? Is dat zo? Echt? Ja. ja, ja, ja. Zeker. Heel oud. Ja. Slakken? Nou, ik denk dat we er wel Slak zijn, lieve jongens. Hier. Mijn lieve, lieve beste vrienden. Maar slakken zijn wel hermafrodiet. Ja. Dus je kan met jezelf palen. Nou dat zou echt heel lijp zijn eigenlijk. Hey, en uh, nog één ding trouwens. ik vind het ook wel een leuk feitje dat uh, dat kakkerlakken zeg maar als laatste overleven bij nucleaire ja, warfare. Dat klopt. die ik overleven vind... dat. ja. ik vind kakkerlakken zo vies. oh ja. echt Gad. voor je hebt die op Bali. Dan? ik heb er geen één gezien. nee. luister, ik was op Bali, joh. dat ja. is dat is niet normaal. wij moesten even plassen, dus we gingen bij een supermarktje langs de kant daar even naar binnen, want dan moesten we naar de zee. Ik zeg, Waar ze is het wc? Daarachter, in het hok. Nou, dan doe je zo'n deur open, een soort van trappenhal. En dan lag iemand daar zo op de grond zo, te chillen daar zo. Dus ik stap daar zo overheen. En dan was er zo'n deurtje naar een wc. En ik keek zo door de deurtje en dan zeg je echt de meest gore, bruine, vieze shit wc die je ooit hebt gezien in je hele leven. Maar en... moest je poepen of zo? Nee, gewoon plassen. Maar waarom doe je dat dan niet wild? Ja, nou, omdat die meiden moesten plassen. Dus oh, ik dacht, nou, okay. dan ga ik hier ook even plassen binnen gaan. Maar ik weet niet dat het zo'n gore wc was. Dus ik doe zo de, die deur open en, en ik doe hem zo op een klein kiertje. En ik zie daar zo'n kakkerlak lopen, zo weglopen. En ik doe die deur zo verder open en het springt serieus een kakkerlak op mijn been. Gewoon vanaf die ah, muur. Joh, joh. Die, ze vliegen er een soort van. Dus hij sprong zo, plop, zo op mijn been. Zo. <laughs> ik, zo, oh Eeuw, God, ik vind kakkerlakken zo vies. Maar waar, maar waar, waar, waarom wild. vind je die, dat uh, vind ik altijd interessant, dat dat stigma over kakkerlakken er is. Waarom vind je die vieser dan een kever? Goeie vraag. Ik vind nou omdat kijk kakkerlakken die um, ik associeer dat een beetje met het feit net als dat je als je je huis niet goed schoonmaakt en je hebt overal kruimels krijg je muizen. Ja. Nou, hetzelfde in restaurants bijvoorbeeld. Uh, als jij niet hygiënisch bent, krijg je kakkerlakken. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay. dus dat, dat is op zich dat is een ja, oké. Okay. Maar okay. ik vind ze ook niet heel vies. Ik of vind ze ook vies uitzien. Nee, en ik vind het ook vet dat ze overleven. Al, oh. Ja, in, in Puerto Rico hadden we bijvoorbeeld ook af en toe zo'n kakkerlak ook. in ons uh, appartement. Oh, tja, sorry. sorry. Kakkelakken omgevallen. op je bent, maar daar leg ik ook niet wakker van dan. Oh, ik lopen, zou dan, dan niet slapen. Gah, ja. Ik had het eens een keer in Rome. Ik ging met mijn moeder op vakantie naar Rome en toen uh, we gingen de, de hotelkamer in en het eerste wat we vinden zijn kakkerlakken. Ja. En mijn moeder die stresste hem helemaal en ze zegt "Ik gaan een andere kamer, dus we gaan naar de receptie en krijgen een andere kamer. Ja, beter. Ik dacht, ja, stel, ja, stel Heftig verhaal. Zo. Ik stel je niet zo aan, dus denk ik. Nou jongens, zullen we hem lekker afronden? Ja. Was gezellig. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet te liken, te abonneren op ons YouTube kanaal. Vergeet niet. Te Lekker op Spotify te klikken dat je dit leuk vindt. Volg ons op Instagram en TikTok. En we zien jullie volgende week. Maar vergeet ook niet. Oh ja, vergeet ook niet je onderwerp in te zenden. Ja, precies. Nou, doei. Hoi. Yeah.